Regelrechte topper zaterdagmiddag in de eerste klasse D tussen de koploper Flevo Boys en Nunspeet, dat slechts één puntje minder had en gedeeld derde stond. Met hier de eerste kans voor Flevo Boys in de maak. Arnoud Post speelt zijn broer Frank Post aan. Die wurmt zich langs zijn tegenstanders. En dan kan Nunspeet uiteindelijk die bal opruimen. Dan de ingooi voor de gasten. We zitten nog altijd in de openingsfase. Aardige combinatie. Tissing schiet hard voor langs. En dan komt Flevo Boys goed weg. Weer de gasten. Met het artistieke hakballetje van der Kamp op de paal. Maar er was al gevlacht voor buitenspel. Randje buitenspel. Dan de corner voor Flevo Boys. Na een half uur spelen. Doevikar. Wat een kans. Hij lijkt ervan te schrikken. En zijn reactie zegt alles. Weer Marie Doevikar. Met een voorzet. Afvallende bal is voor Ivar Span. Maar ruim naast. Zit even voor rust. Arnoud Post op Ivar Span. Nu dan de 1-0. Nee, hij faalt oog in oog met Abma. En zo was het bij rust. 0 tegen 0. Tweede helft begint met een snel genomen vrije trap voor Flevo Boys. Op Aaron Nijboer die in de ploeg is gekomen voor Ivar Span. Nijboer op Marie Doevikar. Doevikar. Legt zijn tegenstander in de luren en dan de 1 tegen 0. Van de voet van Marie Doevikar. En dus een heerlijk begin van de tweede helft voor de thuisploeg. Nunspeet moet dan op zoek naar de gelijkmaker met Van der Kamp. Maar gelukkig is Rodney Roosink bij de les. Weer Marie Doevikar. Als hij aan de bal is gebeurt er altijd wat. Kappen draaien. Hij prikt hem naast. Ruim naast. Ziet ook Ines Schotanus, de trainer van Flevo Boys. Nunspeet probeert het maar weer eens. Met Ten Dolle. Aardige opportunistische poging. Ruim over. Weer diezelfde Ten Dolle. Mag voorgeven. En ook dit gaat maar weer net goed voor de Emmeloorders. Nunspeet nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Dit is te kort. En dan de enorme kans voor Goud. Maar hij benut die gouden kans niet. Komt hard in aanraking met Roosink. Maar beide zouden de wedstrijd kunnen vervolgen. Nog één kans voor Nunspeet in de slotfase. Bal op Baum. Maar die produceert een slap rolletje. En zo gaan de Emmeloorders deze belangrijke wedstrijd winnen. Krijgen in de slotfase nog een grote kans op 2-0. Maar Van der Wal speelt dit niet goed uit. Doevikar wordt niet bereikt. Maar de Emmeloorders winnen wel met 1-0. En blijven de koploper in de eerste klasse D. Moet je niet gewoon uitspreken dat je gewoon kampioen wil worden? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Ik denk dat veel mensen dat ook misschien wel denken of willen van ons. Maar als wij zo spelen en zo denken en onze manier van voetballen behouden, dan komt het misschien vanzelf wel.